aankoop. En tijdens de Fairtrade Week kan dat extra voordelig. Iedere aankoop telt. Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Kies voor Café Intention, de biologische Fairtrade koffie in het gele pak. Knik armschermen en screens, markiezen en rolluiken. Want zonwering koop je gewoon. En kwam tegen een hekwerk terecht. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bijna alle leraren in het basisonderwijs zullen volgende week maandag voor de klas staan. Een kleine groep ziet er vanaf omdat ze bang zijn besmet te worden met het coronavirus. Of omdat zij of hun gezinslid behoren tot een risicogroep. Het blijkt uit een onderzoek onder ruim 1200 leraren door onderzoeksbureau DUO in Utrecht in samenwerking met het AD. Een derde van de ondervraagde leraren noemt het wel onverantwoord dat de scholen weer open gaan. Ze vinden dat het kabinet de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen had moeten afwachten. Een man uit Leusden is gisteren aangehouden met 30.000 euro aan contant geld. Het geld zat netjes in bundels gestield en was verstopt in een doos voor kattenvoer. De 36-jarige man die bij een controle in het Gelderse Beker om tegen aangepast, zo ook in Oudewater, waar het 4 en 5 mei-comité oorspronkelijk een grootse herdenking had gepland met veel publiek. In plaats daarvan werd vanochtend door het comité, de burgemeester en de gemeenteraad een krans gelegd bij het oorlogsmonument op de begraafplaats. En ook al was de herdenking kleiner dan gepland, het was toch zinvol om te doen, zegt de waarnemend burgemeester in Groeneweg. Dat is heel jammer. Kijk, ik ben hier waarnemend burgemeester en ik heb altijd gehoord de naam van deze manier niet meer doen. Dat is jammer. Maar het is ook niet anders. En het is goed dat we het toch doen vanmorgen. Ja, net als veel andere gemeenten heeft Oudewater de herdenking dus van tevoren opgenomen. En die wordt uitgezonden via YouTube en de lokale omroep Radio Midland. De nationale militaire herdenking op de Gemmenberg in Venen is ook uiterst sober.